toekomstige klassiekers. Aan welke auto zou je denken als ik je zou vertellen dat ik rijd in een rode snelle auto die ontworpen was door Pininfarina en die een legendarische status heeft? Een Ferrari? Nog een keer raden. Vandaag rijd ik met de Peugeot 205 GTI. Sommigen beweren dat dit de beste GTI was van de jaren 80 en 90. Natuurlijk was Peugeot niet de uitvinder van de GTI, want dat was Volkswagen met de Golf. Maar dit was het beste alternatief. En waarschijnlijk rijdt hij zelfs beter. De normale 205 waarop deze GTI is gebaseerd is vermoedelijk een van de best verkopende auto's die Peugeot ooit produceerde. Het was gewoon een kleine zuinige auto, maar toen ze startten met de bouw van de GTI was hij ook nog eens snel. In feite wezen de reclames erop dat hij sneller was dan vliegtuigen en helikopters en dat hij kon springen van skischansen. Ach, ik denk dat ik dat vandaag maar niet ga proberen. De rode GTI die ik op dit moment bestuur is een 1.9 versie uit 1991 en dat is een van de latere modellen omdat ze hebben geproduceerd de GTI's tot 1993. De eerste GTI had een 1,6 liter motor, het was een snelle en lichte auto, een aantal jaren later introduceerden ze de 1.9 liter motor en dat is een hele grote motor voor zo'n kleine auto, dat maakt het een echte raket in zakformaat. Deze auto is bijna 30 jaar oud, maar er is eigenlijk maar één ding waaraan je dat echt merkt: hij heeft geen stuurbekrachtiging. Op de latere modellen was stuurbekrachtiging een optie, dus als je niet houdt van de extra lichaamsbeweging kan je wellicht beter zoeken naar een auto die die optie wel heeft. Deze zilveren GTI is een model uit 1984 en dat maakt hem een van de eerste auto's die werden geproduceerd. Hij heeft de kleinere 1.6 motor die toeren moet maken om snel te gaan. Ook al is hij langzamer dan de 1.9 bij lage toeren, hij is nog steeds snel en erg belonend wanneer je het pedaal vol intrapt en wacht tot de naald van de toerenteller het rood raakt. Je kan de 1.9 makkelijk herkennen aan de grotere Speedline velgen met bredere banden, de opschriften op de C-pilaren en de gedeeltelijk leren kuipstoelen. De grootste verschillen tussen eerdere en latere modellen zijn de achterlichten, de kleur van de knipperlichten en een totaal ander dashboard. Verder kregen latere modellen een katalysator en werden ze wat teruggetuned om te voldoen aan beperkingen rondom uitstoot. Vanaf welk modeljaar dat gebeurde, hing af van het land waarin een auto nieuw werd geleverd. In Nederland hebben alle 205 GTI's vanaf 1990 een katalysator. Genoeg over beperkingen. De Peugeot 205 was een van de meest succesvolle rallyauto's van de jaren 80, naast de Lancia Delta Integrale en Audi Quattro. Hij won bijvoorbeeld het wereldkampioenschap rally in 1985 en 1986. Won de Dakar rally in 1987 en 1988. En werd tweede bij de Pikes Peak Hill Climb in 1987.
De combinatie van prestaties op de weg en tijdens rallies maakte hem een ware legende. Bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vond of het kanaal wilt ondersteunen, abonneer je dan op het kanaal. Je krijgt zo een update wanneer een nieuwe video is geplaatst.